Arne, ja, 31-27 en dan sta je in de Top League volgend seizoen. Ja, ik kan het nog altijd niet geloven. Het is fantastisch. We hebben er een heel seizoen hard voor gewerkt. We hebben het tegen Meo misschien laten afweten een keer, tegen Sikopi op het einde, heel spannend. Maar als je dan ziet naar deze match, dan denk ik dat we wel verdienen om in de Top League te staan. Wanneer wist je van dit is binnen? Op het einde terug die 4 punten kloof. Ze bleven eigenlijk altijd maar aanhangen. En op het einde kunnen we dan toch eindelijk terug die 4 punten kloof slagen. En dat weten we met zo weinig tijd op de klok, dan is het gewoon gedaan. Opnieuw een niet-Antwerpse club in de Top League. Leuk toch dan, denk ik? Ja, voor ons is dat zeker leuk. Ik denk dat dat goed voor de sport is ook. Meer promotie voor de korfbal, voor de sport buiten het Antwerpse zelf. Wat staat er nu nog op het programma? Nu een week rust, maar eerst een goed feestje bouwen natuurlijk.